Ja, goedemorgen dames en heren. Welkom bij dit webinar genaamd APA Digitale Adoptie in uw ECD-EPD-project. Mijn naam is Jelle van Deurzen van TTS Digital Adoption Solutions. De presentatie gaat zo verzorgd worden door mijn collega's Henk Arts en Van Rutte. Alvorens wij gaan starten met het webinar heb ik nog een paar huishoudelijke mededelingen. Kun jij naar de volgende sheet, Henk? Ja, dankjewel. Allereerst, iedereen is muted. Dat wil zeggen dat we jullie niet kunnen horen, ook niet kunnen zien overigens. Mocht jullie toch vragen hebben, graag, maar stel dat dan via de chat of questions panel, de chatbox of de questions panel. Deze zullen in principe op het einde beantwoord worden. Mocht ik tussendoor ruimte zien om deze beantwoord te laten worden, ook de urgentie daarvoor zien, dan doen we het tussendoor, maar dat ligt even aan hoe het loopt. En daarnaast zal de presentatie, die zal achteraf verstrekt worden aan jullie. Inclusief de bronnen voor de aanvullende informatie, dus ook deze presentatie. Dan geef ik het woord aan jou, Henk. Oké, graag. Goedemorgen allemaal. Ik zal de inleiding doen van deze presentatie. Ik ben Henk Arts, verantwoordelijk voor de activiteiten van TTS in Nederland. We zullen eerst zeg maar een introductie geven over wat is TTS Performance Suite, de leer- en supportoplossingen van TTS. Wat houdt dat in? Waar is het op gebaseerd, het concept? En vervolgens gaan we zeg maar in een demo. En uiteraard vragen en antwoorden zijn mogelijk. Nou, de oplossing TTS Performance Suite past voor ons, volgens ons uitermate goed bij de uitdagingen in de zorg. En als we kijken welke die uitdagingen dan zijn, dan hebben we hier een overzicht van zaken die wij horen in de praktijk van ziekenhuizen en zorginstellingen. En dat betekent, ja, de druk op digitalisering is erg groot. Het implementatie of vervanging van ECD's, EPD's, maar ook domotica, medicatie, allerlei projecten die lopen. En die een enorme druk leggen, niet alleen op de IT-mensen, maar vooral ook op de mensen aan het bed of in de zorg. Want ja, zoals we weten is zorg of IT niet direct de hobby van de gemiddelde zorgmedewerker en wordt het vooral gezien als een last. Maar goed, dat kunnen we, denk ik, die last die kunnen we verminderen op het moment dat we daar de goede oplossing tegenover zetten. Voor de meeste zorginstellingen is het, als we zeg maar nieuwe technologie implementeren, een hele uitdaging om zeg maar alle mensen daar een deel in mee te nemen. Dat betekent ook dat je ja, veel vragen krijgt op de helpdesk. Dus op de helpdesk is behoorlijk druk. En je ziet dat mensen, als ze het niet weten, dat er een weerstand is. Mensen omwegen zoeken om toch gewoon hun werk te doen. Want daar gaat het tenslotte om. Nou goed. We hebben daar denk ik een oplossing die in ieder geval de druk en de last enorm kan verminderen en het plezier bij de medewerkers enorm kan verhogen. Dat is dus TTS Performance Suite, waarbij we zien dat we een oplossing hebben waar we bewegen van het traditionele model, wat sowieso de laatste 2 jaar enorm moeilijk is geweest. Zeg maar van klassikale training, die weliswaar vervangen is door Teams, maar is net zo goed een groepsessie die je vooraf doet. En ja, op het moment dat de mensen daadwerkelijk in de praktijk zijn, moet je maar afwachten of de mensen dan voldoende vaardig zijn om het te kunnen uitvoeren. Nou, bewegen nu naar digitaal, waarbij we niet alleen een digitale leeroplossing bieden vooraf, maar met name ook in de praktijk. Dus op het moment van behoefte bieden we ondersteuning aan de medewerkers en alleen ondersteuning die past bij de context van de mensen. Dus onze oplossing is echt gebaseerd op contexterkenning. We zien op een gegeven moment, je ziet dat hier op dat kleine schermpje, welk scherm een medewerker is en die krijgt in een zijpaneel exact die informatie die past bij wat die aan het doen is en in het proces waar hij mee bezig is. Nou, dat betekent dus daardoor ook dat mensen zich geholpen voelen en ook direct of snel verder kunnen met het werk en IT niet gezien wordt als een last. Ja, met alle gevolgen, positieve effecten van dien. Deze oplossing is niet alleen voor het werk in een digitale omgeving. Het kan ook voor niet-IT
toepassingen, bijvoorbeeld het gebruik van hulpmiddelen in de zorg, waarbij je gewoon via een mobiele app ook direct ondersteuning krijgt op het moment van behoefte. Wat is het achterliggende concept? Is dat we niet alleen zeg maar het eerste initiële leren ondersteunen, maar ook het leren in de praktijk. Daarvoor is er onder andere het model 5 moments of need. Ik denk dat vele L&D of leeropleidingsafdelingen dit model kennen, want het is erg populair in de zorg. Waarbij we echt onderscheid maken tussen het voorbereidende leren, zeg maar het formele leren, wat ook georganiseerd wordt. En het leren echt in het werkproces op het moment van behoefte. Dus eerste twee momenten, als je voor de eerste keer leert of meer wilt leren, dan hebben we het echt over training in de vorm van e-learning, maar het kan ook nog steeds door middel van groepsessies. En op het moment dat we in de praktijk zitten en verdorie, hoe zal het ook alweer is, of er gaat iets fout, of er verandert weer iets, hè, gemiddeld EPD of een ECD kent bijna maandelijks een update door allerlei regelgevingen die vereisen dat software wordt aangepast. Maar ook uiteraard functionele vernieuwingen. Nou, dat kun je dan ook direct ondersteunen op het moment dat er van toepassing is. En de toepassing die doen we niet alleen op puur de software, de kliks in de software, maar ook op de procesondersteuning, zodat medewerkers ook weten wat ze doen, waarom ze het doen en dat ze dat op de juiste manier doen. Goed, als je dat in een andere manier afbeeldt, dan krijg je dit plaatje waarbij je op de horizontale lijn de tijd ziet en de verticale lijn de competentie. En de rode lijn is een go-live van een verandering. Nou, traditioneel ziet de leercurve eruit zoals je hier ziet, waarbij je heel veel inspanning voor de go-live hebt. En mensen op de werkplek door vallen opstaan, leren van collega's en dergelijke, langzaam kennis opbouwen. Met de oplossing zoals we die voorstellen met TTS Performance Suite, zien we dat we die training vooraf echt aanzienlijk kunnen inkorten. Omdat we juist die ondersteuning in de praktijk geven. En omdat we ons concentreren op de kerntaken. Daardoor kun je zo'n training ook veel dichter bij het moment van go live leggen. En is die ook veel effectiever, want de vergeetcurve wordt veel kleiner. En in de praktijk heb je gewoon de ondersteuning op het moment van behoefte beschikbaar. Hoe ziet het er dan uit? Aan de voorkant gaat het om met name dus trainingmateriaal te ontwikkelen. Voor groepstraining, maar het kan ook voor met name voor e-learning. En dan gaat het over motivatie, dan gaat het over de uitleg van het basisprincipe van de software of het proces en dergelijke. Maar in de praktijk gaat het met name om de details, stap voor stap instructies. Hoe moet ik nou zo'n wijziging in een aanmelding doen? Of hoe moet ik een medicatie invoeren enzovoorts. Stap voor stap instructies, gedetailleerde informatie als dat nodig is. En eventueel toegang tot kleine e-learning nuggets, ook wel microlearnings genoemd. Op het moment dat de kennis echt ver weg is gezakt en of je het echt voor de eerste keer doet. Dit alles ondersteunen we vanuit één platform. Dus je hebt niet verschillende hulpmiddelen om dit te maken. Vanuit één platform, TTS Performance Suite, zijn we in staat zowel dat leermateriaal te maken als de gedetailleerde ondersteuning in de praktijk. Dat doen we dus met een suite. Het bestaat uit verschillende onderdelen. De naam zegt in feite al. We hebben een gedeelte om de instructie te maken. Die creator om heel snel stap voor stap instructie te maken. En dat kan echt door in feite iedereen worden gedaan. Zo eenvoudig is het. En we hebben de producer op het moment dat je wat meer uitgebreide content wilt maken. En wat meer aangeklede content verrijkt. En dan gebruiken we de producer. Die content die kan op allerlei manieren gestructureerd worden. Naar trainingen, naar processen, naar onderwerpen. Dus we kunnen dat op allerlei manieren structureren. Maar je kunt ook bestaande content, dus dingen die je al hebt, contextgevoelig dadelijk aanbieden. En Twan zal dat zo meteen laten zien hoe dat in de praktijk werkt. Dan hebben we dat is eigenlijk het werk wat de mensen doen die de oplossing invullen. Gaan we dan naar de gebruiker, waar het uiteindelijk om gaat. Dan heeft hij
twee mogelijkheden om zeg maar toegang te krijgen tot de instructies. Dat is contextgevoelig via de quick access. Dus we zien de context van de gebruiker. In welke applicatie zit hij? Op welk scherm zit hij? Eventueel welke rol iemand heeft. En op basis daarvan krijgt hij alleen die instructies die op dat moment relevant zijn. Daarnaast hebben we de web access, een portal waar altijd toegang is, ook al zit je niet in die context. En heb je bijvoorbeeld toegang tot een volledige training of kun je het proces zeg maar bekijken. Daarna hebben we ook de mogelijkheid om te kijken hoe het wordt gebruikt, zodat we eventueel kunnen zien of er hiaten zijn of dat er mogelijkheden zijn voor optimalisatie. Want we kunnen exact op een kwantitatieve manier zien hoe de content en welke content wordt gebruikt. En dat is weer input uiteraard om eventuele aanpassingen en verbeteringen aan te brengen. En dan hebben we het cirkeltje rond. Dat om even een overzicht te geven van de DTS Performance Suite. We gaan nu richting praktijk en ik wil het volgende plaatje graag aan Twan overlaten, omdat Twan dit heel fijn kan gebruiken als bruggetje na zijn demo. Twan? Goed. Ja, ik heb één slide voor u en dan gaan we door naar de praktijk, het echte praktijkvoorbeeld wat we hebben. Waarom deze dia? Nou, als we de gebruikers gaan ondersteunen op de werkplek, en daar ga ik zo dadelijk mijn demo mee beginnen, dan kan dat op verschillende manieren. Als we het hebben over performance support, gebruikersondersteuning, dan kan dat ook met, nou, we hebben documenten staan, we gooien ze op SharePoint en gaan daar maar op zoek. Dat kan, is alleen niet effectief. Dus wat wij onder verstaan onder effectieve performance support, dat is eigenlijk het volgende. Het moet altijd de gebruiker ondersteunen in de workflow. Henk, jij zal even moeten klikken, want ik deel jouw scherm nog op dit moment. Jij zal even naar de volgende dia moeten. Dankjewel. De gebruiker ondersteunen in zijn of haar werkproces. Dat betekent dat het tijdens het werk moet zijn, maar ook in de rol van de gebruiker die heeft. Dus het kan zijn dat een administratief medewerker of iemand op de werkvloer compleet andere informatie nodig heeft. En dat moet natuurlijk altijd zijn in de context van je eigen werk. Nou, contextueel ga ik zo dadelijk laten zien aan de hand van een applicatie. Context aan de hand van software. Dus we gaan kijken naar een EPD-ECD systeem en hoe wij daar contextgevoelig content kunnen aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om met de tool, het zal geen onderdeel zijn van de demo voor vandaag, om contextgevoelig content aan te bieden voor iemand die rondloopt op de werkvloer. En dan moet je denken aan context via QR-codes, near-field communication, beacons, signalen die worden gestuurd naar de telefoon als u een bepaalde ruimte betreedt en daar context op pakt. Ook mogelijk, geen onderdeel van de demo van vandaag. En dan willen we de gebruiker natuurlijk precies genoeg aanbieden om het werk te kunnen uitvoeren. Precies genoeg, dat zal voor iedereen net wat anders zijn. Dus er zit ook een gelaagdheid in het aanbieden van die software. Dat gaan wij doen via één punt van toegang. Want het EPD-ECD is natuurlijk misschien wel het centrale hulpmiddel wat je daarbij gebruikt. Maar daarnaast gebruik je nog een tal van andere softwarepakketten misschien op je systeem, die je ook daarvoor moet hanteren. En wij proberen werk te ondersteunen en niet zozeer alleen één applicatie. Dus cross-applicatiesupport vanuit één punt van toegang voor die gebruiker. Nou, dat moet natuurlijk een punt van vertrouwen opleveren, want je wil er niet drie keer in een systeem gaan kijken en vervolgens erachter komen dat die informatie niet klopt. Dus één punt van waarheid, één punt van vertrouwen moet dat creëren en dan 24/7 beschikbaar. Omdat die 9-tot-5 cultuur nou eenmaal helaas niet meer bestaat. Nou, helaas misschien wel gelukkig. En alles beschikbaar binnen 2 klikken en 10 seconden. Nou, tot zover deze slide. Ik ga het delen van het scherm overnemen. Dus ik switch even presenter mode. En als het goed is, zien jullie zo dadelijk mijn scherm. Ik weet niet of mijn scherm al zichtbaar is. Ja, we zien jouw scherm van. Ja. Perfect, goed. Nou, schrik niet als het helemaal zwart is. Ik heb nog eenmaal een zwart bureaublad en daaronder ziet u mijn taakbalk. Dus daar kunt u zien dat mijn scherm toch wel actief is. Nou, wat ga ik laten zien? Ik ga het eerste instantie laten zien van het uitgangspunt van de eindgebruiker. Henk noemde al de quick access en de web access. Nou, het eerste wat ik ga laten zien, hoe dat we de gebruiker kunnen ondersteunen daadwerkelijk op die werkplek met behulp van die quick access. Dus in de context van het gebruik van een ECD. Of EPD. Nou, het voorbeeld wat ik hier voor handen heb is Pluriform. Pluriform Zorg van AdaptCare. Voor in de plaats voor dit EPD-ECD kunt u ook andere tools gebruiken. Dus het is niet specifiek gekoppeld aan deze. Deze gebruik ik voor mijn demo. Maar elke ECD, EPD of andere software kan dit op van toepassing zijn. Dus
ja, stel u voor uw eigen applicatie waar u mee werkt of mee gaat werken. En daar gaan we nu de support voor hebben. Dus ik ben ingelogd als een medewerker, in dit geval onder het account van Amber Hulpverlener. En wellicht zie ik hier andere zaken in van toepassing dan dat mijn collega ziet. Dat zou kunnen. Nou, op het moment dat ik hulp nodig heb, hebben we ons enkelpunt van waarheid, enkelpunt van toegang, enkelpunt van vertrouwen hier in de systeembalk in de vorm van het sinaasappeltje. En dat kleine sinaasappeltje, als ik daar één keer op klik, dan komt er aan de zijkant van mijn scherm een scherm tevoorschijn, genaamd Quick Access. En die Quick Access is in staat om te herkennen welke applicatie ik op dit moment actief heb staan. Dus wat je hier ziet is, ik zit hier in pluriform zorg in portaal, dus de hoofdpagina. En deze helponderwerpen zouden mij wellicht kunnen ondersteunen. Op elk moment kan ik dit venster sluiten en opnieuw openen op het moment dat ik daar behoefte aan heb. Nou, ik noem de cross-applicatie, niet alleen ondersteuning voor een ECD-EPD, maar ik kan bijvoorbeeld ook naar een andere applicatie. En in mijn voorbeeld is dat hier Salesforce. Maar wat je ziet gebeuren is, een CRM-applicatie overigens. Wat je ziet gebeuren is hier aan de rechterkant dat die context wordt aangepast. Het systeem ziet nu, Twan werkt in een ander systeem, dus ik toon andere content. Nou, dat kan voor webapplicaties, dat kan ook voor desktop-applicaties. Desktop-applicaties die jullie zelf hebben, maatwerkapplicaties voor de zorg, maar ook algemene applicaties zoals bijvoorbeeld Microsoft Excel. Nou, even het voorbeeld terug naar het ECD. Wat ik hier heb, dus ik schakel even terug naar pluriform. De context wordt weer opnieuw herkend en wordt weer getoond. Nou, voordat ik de inhoud inga van hoe dat die ondersteuning eruit ziet, het is niet alleen op het hoofdniveau van de applicatie, maar ook als ik dieper die applicatie inga, ik ga hier bijvoorbeeld naar de aanmelding, zult u zien dat de context automatisch aanpast. Dus het systeem ziet, hey, je zit hier dan op een andere plek binnen het ECD en dat wordt hier getoond. Betekent dus ook dat de contextgevoelige helponderwerpen zich ook aanpassen naar vanant ik me door de applicatie heen beweeg. Niet alleen applicatiecontext die je ziet, maar ook role-based. Iets wat ik niet kan visueel nu zichtbaar kan maken. Maar het zou kunnen zijn dat Amber Hulpverlener naar hetzelfde scherm kijkt als een collega in een andere rol. En daar andere inhoud ziet die voor hem of haar meer van toepassing is. Dus naast de context van de applicatie is er ook nog de context van de rol die je hebt. Nou, gaan we eens even kijken naar de inhoud. Nou, wat wij proberen te doen, en dat was het precies genoeg in mijn voorgaande slide. We proberen die gebruiker precies genoeg informatie te geven om de werkzaamheden uit te voeren. En dat precies genoeg, dat kan voor iedereen anders zijn. Betekent dat de ene voldoende heeft aan stap-voor-stap informatie. Een ander heeft wat meer gedetailleerde informatie nodig. Heb je iets lang niet gedaan of wil je een taak overnemen van een collega en je hebt het überhaupt nog niet gedaan, dan kun je even een korte eenheid van zelfstudie doorlopen. Overigens, die naam die kun je daar zelf aanpassen als het meer van toepassing is. En dan loop je eigenlijk een heel klein stukje e-learning, hooguit 2 minuten, om te kijken hoe dat iets gaat voordat je het in de praktijk toepast. Nou, vervolgens zijn er nog andere lagen voor ondersteuning, maar daar kom ik zo dadelijk op terug. Even als voorbeeld. Nou, ik wil een bepaalde handeling uitvoeren. Ik ga naar mijn contextuele help. Die open ik op elk moment. En op het moment dat ik een behoefte heb aan informatie, dan kan ik bijvoorbeeld zo'n stap-voor-stap guide openen. En die stap-voor-stap guide beweegt mij door de applicatie heen, vertelt mij wat ik moet doen. En dit is geen algemene help waar we hier naar kijken, maar dit is een ondersteuning van een gebruiker die een bepaalde werkinstructie moet uitvoeren binnen zijn of haar eigen organisatie. Dus dit vertelt niet het verhaal algemeen van klikken, dit vertelt het verhaal hoe dat ik het moet doen binnen uw eigen organisatie. Nou, in dit geval is het voorbeeld cliënt inschrijven en de intake doorlopen. En die stappen kan ik doorlopen. Nou, de eerste stap heb ik al uitgevoerd. Aanvullende tips kunnen natuurlijk van toepassing zijn. En ik ga vervolgens die stap-voor-stap informatie doorlopen. Dus ik moet hier een cliënt gaan zoeken, alvorens ik een nieuwe ga aanmelden om te kijken of die al bestaat. Nou, ik moet hier een van die velden invoeren. Overigens, mocht het scherm compleet druk zijn met heel veel velden en ik kan hem niet vinden, simpel bewegen over het screenshot en daar wordt automatisch op ingezoomd. Nou, één vooruitlopend feitje. Om deze inhoud te maken die je hier ziet, is het niet zo dat je ervaring moet hebben als auteur om teksten te schrijven en
ervaring met knippen en plakken van afbeeldingen. Nee, dit wordt gemaakt door een subject matter expert die de target-applicatie, de doel-applicatie kent, in mijn geval pluriform zorg, en die daar de stappen daadwerkelijk uitvoert met de auteursomgeving actief. Mochten we nog tijd hebben, laat ik daar een klein voorbeeld van zien hoe makkelijk het is om daar content voor te maken. Op dat moment worden de instructieteksten in de basis plus de screenshots al automatisch gemaakt. Dus een hele snelle manier van content maken en beschikbaar stellen aan de eindgebruiker. Dus ik doorloop eigenlijk stap voor stap die zaken die hierin staan. Ik voer een naam in van een persoon om te kijken of die al bestaat. Ik klik op zoek. Nou, bestaat niet. Ik ga een nieuwe cliënt toevoegen. De volgende stap in het systeem. En ik doorloop die stappen. Nou, op deze wijze kan ik die instructie doorlopen side by side met de applicatie en de instructie. Is dat niet voldoende, dan wil ik misschien meer gedetailleerde informatie bekijken. Dat kan zijn een document dat gaat ook over de klikacties en het gebruik van de applicatie zelf. In dit voorbeeld zien we een voorbeeld van een document. Overigens, dit document wordt ook weer gemaakt met de auteursomgeving door middel van stappen uitvoeren en automatisch worden de screenshots en de basiskliks al automatisch toegevoegd, die ik dan kan verrijken met aanvullende informatie. Maar Henk noemde het al, elke documentatie die jullie al beschikbaar hebben, en die nog steeds bruikbaar is, waar die ook staat, heeft die geen plaats, kan het worden geüpload naar het systeem, staat het al op SharePoint of op een externe website of op een andere omgeving, dan kunnen we die inbrengen in het systeem en contextgevoelig koppelen. Nou, ik heb hier een voorbeeld. Ik heb hier een handleiding eerste verantwoordelijke. Dat is een PDF-document, niet gemaakt met onze tool, maar die was al beschikbaar. En die wil ik aan de gebruiker aanbieden in de context van het scherm waar ik zit. Nou, hier zien we de onderwerpen die contextueel van toepassing zijn. En met één simpele klik wordt dat document geopend. In dit voorbeeld de PDF, maar het kan ook zijn een Excel-sheet met uitleg van velden. Het kan zijn een PowerPoint-presentatie die er nog op liggen. Het kan zijn een filmpje op het internet, een videootje die je zelf hebt geüpload. Eigenlijk alles waarvan jullie denken, dit is nuttig voor die eindgebruiker om het werk beter te doen in die context, kunnen we aanbieden. Nou, ik keer even terug naar de applicatie. Ik noemde al, als er iets een tijd lang niet is gebruikt, wil je het misschien nog een keertje doorlopen of wanneer het een complexere taak is. Nou, ik klik hier even op de volgende stap, de eenheid voor zelfstudie. En dan krijgen we een voorbeeld van een kleine e-learning blokje, hooguit 2 minuten zoals ik al aangaf, om uit te leggen hoe dat iets werkt. En in deze simulatie kan ik de stappen doorlopen zonder dat in de echte omgeving toe te passen. Nou, we zien hier een voorbeeld. De layout kan eruit zien zoals we zelf willen. Dus dat kan op maat worden gemaakt. En ik kan hier interactief doorheen lopen. Dus klik op het menu aanmelden, kan ik daadwerkelijk doen. Klik op het invoerveld achternaam. Nou, ik moet daar een naam invullen. Het is een e-learning, dus doorloop een bepaald scenario. Klik op zoek. Mocht ik die knop niet kunnen vinden, dan en ik klik ergens verkeerd misschien. Ik klik op deze knop, krijg feedback en eventueel laat hij dan uiteindelijk zien van nou, daar moet je klikken. Dus ik doorloop de simulatie tot het punt waar ik denk, oké, nu ben ik geholpen. Het duurt hooguit 2 minuten, dus het zal nooit meer zijn dan nodig is. En ik sluit er weer af en ik ga daadwerkelijk de acties uitvoeren in het systeem. Nou, tot zover de ondersteuning op basis van werkinstructies, doorlopen van stappen, aanvullende documentatie die u al heeft. Maar het systeem biedt nog iets meer, namelijk de ondersteuning voor processen. Dit ene onderdeel in de applicatie, het aanmelden van die cliënt en die intake uitvoeren, dat is natuurlijk één stap in een wat groter proces, want vervolgens gaat die cliënt door een aantal stappen heen. Nou, dat proces kunnen we in kaart brengen op een eenvoudige wijze op eindgebruikersniveau. En dat hebben we hier in het voorbeeld zitten. Dus ik kan ook direct vanuit de context waar ik zit het proces bekijken wat relevant is hiervoor. Nou, in mijn voorbeeld hier een proces ambulante zorg. Het is een voorbeeldprocesje wat erin hangt. En op het moment dat ik daarop klik, wordt het portaal geopend. En het portaal, dat is de web access die Henk noemde. Het andere onderdeel dat ook beschikbaar is voor die eindgebruiker. Die kan ook rechtstreeks benaderd worden, dan zonder de context, dus rechtstreeks direct in het portaal. Wat je dan alleen zult doen, is als je rechtstreeks in het portaal zit, dan ga je naar de betreffende processen. Dan pak ik in dit voorbeeld even het proces voor pluriform, voor de ambulante zorg. Dat is het enige voorbeeld wat ik nu even hierin heb zitten. En dan wordt dat proces ook getoond. Dus ik kan er altijd ook handmatig naartoe, maar makkelijk in dit geval was, ik zat al in de applicatie en met één klik op de knop was het beschikbaar. Nou, proces, daar heb ik niet alleen een rol in, daar hebben mijn collega's ook een rol in. Dus hier zie je eigenlijk een overzicht van de rollen en de taken die moeten uitgevoerd binnen dat proces. Dus elke proces bestaat uit een reeks stappen. Zoveel mogelijk
voor de gebruiker beschikbaar. Hè? Dus geen complexe swimlanes, decision trees, technische ondersteuning. Nee, de stappen die moeten worden uitgevoerd. En elke stap is klikbaar. En aan elke stap kan ook weer documentatie worden gehangen. Dus alle documentatie die u beschikbaar heeft, die voor de gebruiker van toepassing is, kan ik in het proces direct bekijken met één klik op de knop. Nou, ik kan ook doorlinken. Dus als ik door mijn link in aanmelding, dan zie ik eigenlijk de volgende stap in dat proces. Nou, in dit geval is er geen subproces, maar wel documentatie beschikbaar. En die documentatie kan weer worden geopend in alle formaten die we daar beschikbaar hebben. Dus ook vanaf hier zou ik dat kleine stukje e-learning eventueel kunnen starten. Of net dat document met die procesbeschrijving. Overige zaken die je wilt koppelen zijn misschien aanvullende hyperlinks naar gerelateerde documentatie die op het internet staat. Ook dat is mogelijk. Hier heb ik een voorbeeldje van in de context van wat ik aan het doen ben. Ik heb een cliënt die vereenzaamt en die moet ik eigenlijk wat meer op de rit krijgen om zijn sociale contacten weer op te pakken. Een link bijvoorbeeld naar een sociale kaart. Hè? En dit is een voorbeeldwebsite van Vendrai, een digitale sociale kaart. Nou, mocht dit als hulpmiddel van toepassing zijn, kan ik dat daarin zetten. Nou, daarnaast eigenlijk alle vormen van aanvullende ondersteuning. Dus kom je er alsnog niet uit in het systeem, kun je vrij zoeken in het hele systeem naar documentatie. Maar je kunt ook contact opnemen met, is het technisch, met pluriform support. Kom ik eigenlijk in contact met AdaptCare in dit geval, in dit voorbeeld. Of de service desk van jullie eigen organisatie. Of gaat het meer inhoudelijk, maybe een contactmomentje met iemand via Teams. En dat kan zijn, klik even één klik op de knop. Dan opent die op mijn andere scherm, dus ik zal hem even naar deze kant halen. Ik zit direct in een Teams chat met de supportdesk om daar een vraag te kunnen stellen. Nou, tot zover die contextgevoelige support die ik hier beschikbaar heb. Nog even terug naar het portaal. Ga ik even naar het portaal toe. Ik hoop hem even hier in mijn voorbeeld op mijn lokale machine. Het portaal kan de gebruiker altijd naartoe. Ik gaf al aan dat die processen kan benaderen. Ook hier is een vrije tekst zoeken beschikbaar. Zoeken op basis van onderwerp. Dat kan zijn applicatiegericht. Maar dat kan ook zijn op basis van veelgestelde vragen. Nou, elke indeling mogelijk om tot je content te komen. Dat kan ook zijn cursussen. En dan hebben we het over die momenten 1 en 2 die Henk net liet zien in zijn slide deck. Hè. Wanneer je iets nieuws leert of wanneer je wilt verdiepen, dan wil je je voorbereiden op je werk. Dus niet tijdens het werk, maar ter voorbereiding. En dan zou je eventueel beschikbaar kunnen stellen een cursus. Nou, die cursus kun je zelf samenstellen. Ik heb hier een voorbeeldje pluriform basis. Daar zitten wat voorbeeldonderwerpjes in die ik eigenlijk in volgorde doorloop om een training te volgen. Nou, mocht je organisatie al een eigen leermanagement systeem hebben, op dat moment dan kunnen we die content exporteren en in uw eigen learning management systeem plaatsen. Zodat we niet twee systemen daarin toe onderhouden. Dus de content kan dan nog steeds worden gemaakt in de auteursomgeving van TTS. Maar de content kan dan nog steeds worden geraadpleegd via de externe tool of in beide tools. Dat is aan uw eigen organisatie zelf wat de voorkeur heeft. Verlaat ik heel even dit stuk om een klein ander stukje mee te pakken. Dat was het monitoren van, we maken content, hoe gaan we nou kijken of die content echt gebruikt is en hoe kunnen we hem eventueel verbeteren op basis van feedback. Nou, sowieso is er de mogelijkheid om feedback te geven vanuit de gebruiker via e-mail of via een commentaarveld. Daarnaast willen we graag weten hoe het gebruik is en dat doen we aan de hand van het dashboard. En ik ga even naar een andere omgeving, omdat ik in deze omgeving eigenlijk geen resultaat heb die bij mij lokaal staat. Dus dit is een andere omgeving. Daar staat een dashboardknop. Nou, die dashboardknop die is alleen beschikbaar voor degenen die daar rechten toe hebben uiteraard. En die opent het dashboard. En wat we hier eigenlijk in zien is hoe dat die supportomgeving nou eigenlijk gebruikt wordt. We zien het aantal bezoekers. We zien het aantal terugkerende bezoekers. Dus bezoekers die meerdere keren per dag het systeem raadplegen. Waar ze vandaan komen enzovoorts. Dat is eventueel een mogelijkheid. Wat we niet zien is wie het raadpleegt. Dus wat wij niet doen is kijken. Jan Jansen uit Amstelveen heeft dit topic 3 keer geraadpleegd. Dat weten we niet. We weten wel dat een topic meerdere keren is geraadpleegd. Dus het gaat meer over het algemene gebruik. Nou, naast de bezoekers het aantal bezoeken. We willen natuurlijk ook kijken welke content, welke inhoud het meest wordt geraadpleegd en welk formaat het meest populair is.
Dit is een algemene omgeving, heeft even niets met zorg te maken. Het is onze internationale demo, vandaar dat je allerlei verschillende talen ook ziet van documenten. Maar het gaat even om het principe. Het onderwerp how do create a lead in Salesforce is inmiddels 90 keer geraadpleegd. En ik zie dat dat dus een populair topic is. Nou, ik kan dus ook zien welke topics er bijna niet worden geraadpleegd. Is dat dan niet nodig? Of krijgen ze het onderwerp niet gevonden? Dus als het niet gevonden wordt, willen we ook graag weten waarop heeft die gebruiker dan daadwerkelijk gezocht. Dus we kunnen zien waarop de gebruiker heeft gezocht. Wat voor zoekresultaten een onderwerp hebben teruggegeven waar de gebruiker naartoe kan. Maar misschien nog wel belangrijker. Waarop is gezocht en wat heeft geen resultaat opgeleverd? Nou, dit is niet helemaal nog... Nou, corona is nog enigszins zorgen gerelateerd. Iemand heeft gezocht op corona, eenmalig. Dus niet gelijk dat ik me zorgen maak, er is geen content over beschikbaar. Maar dat heeft geen resultaat opgeleverd. Nou, het kan zijn dat er een woord is dat, op een, dat het COVID-19 is geweest, waar wel content op was en dat er op verkeerd woord is gezocht. En dan kun je gaan kijken, nou dan moeten we dus dat woord gaan toevoegen als aanvullend trefwoord. Nou, op het moment dat er helemaal geen content beschikbaar is en je hebt heel veel hits, dan mag je je afvragen, misschien moeten we daar iets voor gaan ontwikkelen, want er is een behoefte bij de gebruiker. Nou, op die manier kunnen we eigenlijk van alles meten. Dan kijk ik even naar de klok en dan zie ik dat we, als het goed is, voldoende tijd hebben nog om iets van het maakproces te laten zien. En daarna stoppen we eventjes voor een aantal vragen die u wellicht heeft. Mocht u vragen hebben op dit moment, even ter herhaling, in de tool is een question sectie beschikbaar rechts en een chat optie beschikbaar. Daarin kunt u uw vraag stellen, want de microfoons zijn gemute. Dus als er vragen zijn, stop die daarin. Dan kan Jelle ze dadelijk verzamelen en de vragen stellen aan mij of aan Henk. Goed, het maakproces. Nou, hoe maken we nou zoiets, de content voor deze tool? Nou, ik pak even het voorbeeld van Pluriform terug. We zitten toch in het ECD, dus we niet een Salesforce voorbeeld pakken. En ik zit in de tool en ik wil nu een simpele stap-voor-stap gids maken voor mijn gebruikers op de manier hoe wij de content gebruiken. Binnen de organisatie. Je ziet hier de sinaasappel. Mocht je daar genoeg rechten voor hebben, simpele muisklik, maak een nieuw document aan en dan verschijnt er een recordingbalk. En op het moment dat die recordingbalk verschijnt, hoef ik eigenlijk alleen maar op die recordingknop te klikken om de recording te starten. Op het moment dat ik dat heb gedaan, verandert de muisaanwijzer een beetje. En wat je nu ziet, is dat overal waar ik overheen beweeg, er een groen kader omheen komt te staan. Dat noemen we objectherkenning. Het systeem herkent waar ik op ga klikken en op basis daarvan wordt er automatisch een scherminstructie gemaakt. Dus ga ik naar die aanmelding en ik klik daarop, gaat het systeem door naar de volgende stap. De recorder staat nog steeds actief. Nou, ik wil een voorbeeld hebben hier. Pak ik weer even Akkermans als voorbeeld erin staat. Ik wil eens zoeken of dat deze patiënt bestaat. Nou, die... Dat is degene die ik net heb toegevoegd waarschijnlijk. Maar stel ik wil een nieuwe cliënt toevoegen. Want het is niet die Akkermans die ik moet hebben. Ik klik op nieuwe cliënt. Ik kom in de volgende stap te staan. Ik wacht totdat het scherm geladen is. Vervolgens klik ik op dit tekstvak. Dit is Jan Akkermans. Enzovoort enzovoort. Dus ik doorloop door de stappen heen. Zoals het best practice is binnen mijn organisatie. En de velden die ook binnen mijn organisatie actief zijn en van toepassing zijn. Ben ik klaar, klik ik simpel op deze recording knop opnieuw en voilà, de guide in zijn basisvorm is compleet al gegenereerd. Dus de screenshots, de klikacties zijn allemaal al opgenomen en die hoef ik eigenlijk alleen maar indien gewenst nog te bewerken. Dus mocht ik een aanvullende tip hebben, dan typ ik die heel simpel hierin. Of een stukje introductie, wil ik een titel aangeven, nieuwe cliënt. Eventueel een beschrijving. Denk ik, het is toch nog handig om nog een extra stap toe te voegen. Geen enkel punt, want op elk moment kan ik een stap selecteren. Cancel. Wil ik een stap selecteren, klik op die stap. En ik start een nieuwe recording. Gaat het om een niet-IT gerichte stap, kan ik simpel op de plus klikken. En ik kan hier een aanvullende actie inzetten die misschien wel helemaal niets met de software te maken heeft. Loop naar de printer, pak het formulier eruit. Alle acties die je hier maar kunt bedenken. Eventueel een afbeelding daaraan toevoegen. Ook de stap zelf is nog simpel te bewerken.
simpel met een dubbelklik. En ik kan daar dingen overheen wat verplaatsen als het niet naar mijn zin is. Ook belangrijk om te weten, hier zien we voorbeelden van namen staan. Nou is dit echt een simulatieomgeving, een acceptatieomgeving met niet daadwerkelijke namen. Dus ik zou ze kunnen laten staan. Maar mocht het geval zijn dat er dan toch nog echt wat data in staat die ik eigenlijk wil verbergen voor een gebruiker, simpele optie om deze content te blurren. Ik sleep dit er overheen. De informatie daarachter met foto's en namen wordt geblurd, wordt niet zichtbaar gemaakt. En op het moment dat ik dit daadwerkelijk doorvoer opsla, dan wordt die echt mooi plat gemaakt en dan is het ook keurig niet meer te zien. Nou, ben ik klaar met het maken van deze guide bewerken? Klik ik op upload, het gaat naar de server en daar wordt deze optie verder bewerkt. Op deze wijze kan ik heel snel guides maken, door een workflow heen sturen. Iemand keurt hem goed, hij is per direct beschikbaar voor de eindgebruiker. En ik heb eigenlijk al heel snel mijn documentatie beschikbaar. Nou, naast deze korte manier hebben we ook nog een uitgebreider systeem. Ga ik nu niet helemaal demonstreren. Maar het uitgebreide systeem met de producer, zoals Henk al noemde. Waarin we de content kunnen cureren onder andere. Het toewijzen aan gebruikers. Het toewijzen aan een proces. Het toewijzen aan cursussen enzovoorts. Dat hele proces gaat hierin. Hier zit ook het maakproces in, waarin we zowel guides, e-learning en documentaties in één go kunnen opnemen. Dus in één opname alle drie de outputformaten kunnen maken en beschikbaar kunnen stellen aan de eindgebruiker. Nou, de tijd is waarschijnlijk nu iets te kort om dat nu te demonstreren, maar mocht u daar interesse in hebben, dan organiseren we met alle plezier een extra sessie waarin we het hele maakproces wat uitgebreider meepakken. Henk, ik denk dat dit het moment is dat ik hem even overdraag weer aan jou. Ja, dat is wel makkelijk. En dan even kijken of dat er aanvullende vragen zijn nog. Specifiek op wat hij zojuist hebt gezien. Jelle, kan jij dat... Ja, ik zie een aantal vragen inmiddels. Die heb ik verzameld. Ik heb enkele vragen die is misschien wel relevant om die nu meteen te beantwoorden. Ja. Eén vraag die binnenkomt, Twan, die is wel leuk om jou te vragen. Is, hoe wordt die content nu onderhouden? Hè? Het maakproces heb je uitgelegd, maar hoe wordt die content onderhouden en up-to-date gehouden? Dat is een hele relevante vraag, want er is niks zo frustrerend als je content gemaakt is en hij is niet up-to-date. Dat betekent dus ook dat je een systeem moet hebben dat het heel snel in staat stelt om je content te updaten. Maar je zag al iets van die stap-voor-stap recorder. De reden waarom wij gekozen hebben voor een stap-voor-stap recorder is omdat je elke individuele stap makkelijk kunt bewerken. Dus dat betekent dat als achteraf stap 3 en 4 zouden veranderen in die content, dat ik alleen stap 3 en 4 zou moeten veranderen. En als ik die wijziging heb doorgevoerd, wordt die zowel doorgevoerd in de stap-voor-stap guide, in de documentatie en in de e-learning simulatie in één go. Dus heel snel aan te passen, ook qua talen, mocht talen van toepassing zijn, meerdere talen. We ondersteunen meer dan 40 talen, zodat heel snel ook de andere taal ingesteld kan worden. Dus daar is allemaal rekening mee gehouden in de tool. Tevens versiebeheer van toepassing daar. Mocht er iets fout gaan, snel terugrollen naar de vorige versie, is allemaal mogelijk. Dus het onderhoud is zeker een belangrijk ding. Want anders is je moment of truth, hè, en het vertrouwen, waar ik al eerder over sprak, is snel verdwenen als dat niet het geval zou zijn. Ja. Dankjewel, Twan. De volgende is een hele specifieke vraag. Wel een hele goede vraag. Is de volgende. Het maken van de instructie zou in verband met privacy niet in de productieomgeving van ons kunnen plaatsvinden, maar in onze testomgeving. Kan de productieomgeving dan de instructie ook oproepen wanneer deze in een andere omgeving is opgesteld? Dus de content in een andere omgeving is gemaakt. Nou, wederom een zeer relevante vraag. Wij bevelen zelfs aan om de content niet te maken in productie. Het kan altijd. Niet iedereen heeft de luxe altijd dat alles zomaar in elke omgeving kan. Alleen zul je in productie juist alle privacygevoelige data natuurlijk moeten blurren. En dat kost je veel meer tijd. Wij bevelen aan om het juist in een acceptatie- of testomgeving te doen. Voor het maken maakt dat niet uit. Hè? Zolang die omgeving natuurlijk maar hetzelfde uitziet. Qua functionaliteit, anders beschrijf je iets wat niet van toepassing is. En ten tweede, de contextgevoeligheid blijft behouden als je het naar productie overzet. Dus wij kijken niet per se echt naar de applicatie. Wij kijken echt van buitenaf naar de actieve vensters. En als die switch wordt gemaakt tussen een productieomgeving en een testomgeving, dan is dat eigenlijk maar een klein dingetje omzetten om dat volledig beschikbaar te stellen. Dus dat is dat is zelfs aanbevolen om het in een acceptatieomgeving te doen. Ja, dank je. Nou, dan stel ik voor om Henk weer het woord te geven. Henk, dan maak ik jou weer even de presenter. En dan mag jij voor het laatste stuk de stappen overnemen.
Als goed is, kun jij nu delen weer. Ja. Oké, okay. Laten we dan nog eventjes de samenvatting doen. Nou, jullie hebben gezien dat Twan zeg maar, TTS Performance Suite heeft gedemonstreerd, vanuit, met name vanuit eindgebruikersperspectief, want dat is toch erg belangrijk. Nou, je ziet dat we die contextgevoelige ondersteuning hebben. Dat hebben we niet voor één applicatie, maar dat kan voor elk willekeurig ECD of EPD, maar ook voor allerlei andere applicaties. Onze gemiddelde klant heeft na 1-2 jaar ja, toch zeker 4-5 applicaties die ze ondersteunen. Waarbij ze niet steeds nieuwe licenties hoeven aan te schaffen. Dat kan steeds met dezelfde tool. Nou, je hebt gezien hoe makkelijk het is om stap voor stap instructies te maken. Altijd beschikbaar direct op het moment van behoefte. Zowel in een digitale omgeving als voor niet-digitale toepassingen te gebruiken. Wat wij heel erg belangrijk vinden, het gaat niet alleen om de kliks. Het gaat ook om dat mensen werken conform de processen en de regelgeving en dergelijke. Dus ook die kennis die stel je beschikbaar in de context, zodat het niet ergens op een SharePoint gezocht moet worden, maar dat direct beschikbaar is daar waar het relevant is. Nou, het maken en het onderhouden van content gaat snel, dat heb je gezien. Maar er zit natuurlijk ook een hele duidelijke business case als het gaat om de besparing op training. Want de training kan daar aanmerkelijk worden ingekort. Het nieuwe medewerkers die binnenkomen, de onboarding daarvan kan veel sneller. En support kan behoorlijk worden ontlast als het gaat om de hoe-vragen. Ja, en je hebt alle kennis geconcentreerd op één plek. Ik heb nog een slide van een van onze klanten. Die heeft onlangs op een event zijn case gepresenteerd. Dat is de heer Erik Kort van Geriant, een organisatie die hulp verleent bij dementie. En nou goed, dit is een van de slides die hij gebruikte en met name wat TTS heeft opgeleverd. Overigens, Geriant is een relatief kleine organisatie met 200 gebruikers. En zelfs zo'n kleine organisatie is in staat om heel veel nut te halen uit de oplossing. Je ziet het bij de eerste bullet, wat heeft het opgeleverd? Veel. En met name ook die één plek waar alles staat. Ze hebben gezegd van nou, we hadden verschillende plekken waar allerlei informatie stond. We hebben het nu echt bij elkaar gebracht en gebruikers hoeven niet meer te zoeken. En in feite gaat het om het sinaasappeltje. Want men weet niet dat het TTS heet, dat het TTS Performance Suite heet. De gebruiker is alleen maar bekend in feite met het sinaasappeltje. Want dat is de plek waar informatie gevraagd wordt. Dus mensen hebben er heel nadrukkelijk baat bij gehad. En Erik is altijd bereid om, om te vertellen hoe zij het hebben aangepakt. En ook waar zij zeg maar de knelpunten ervaren hebben. Want die zijn er altijd. Dan hoor je het eerlijke verhaal. Nou goed, tot slot. Zijn er nog vragen? Dan kunnen die nu nog gesteld worden. Ik weet niet of er nog vragen binnen zijn gekomen, Jelle. Ja, stel die vragen nu vooral, mocht u ze nog hebben. Ik heb nog één vraag die binnenkomt en die ook nog wel relevant is. Vraag aan jou, Henk. We hebben nu een webapplicatie gezien, een ECD in dit geval. Werkt de oplossing ook voor een desktop-applicatie? Ja, zeker. Het werkt in principe voor alle desktop en alle webapplicaties, zelfs ook cross-applicatie. Hè. Soms moet je een handeling doen in de ene applicatie, maar vervolgens ook even in een andere. Dus je kunt zelfs processen opnemen gewoon over de applicaties heen. Het is zelfs zo voor Microsoft 365. Hebben we alle instructies al in het Nederlands beschikbaar. Dus of het nou gaat om Word en Excel en PowerPoint. Of om Teams, Planner, SharePoint en dergelijke. We hebben die instructies allemaal beschikbaar. Zowel in e-learning als in de vorm van stap-voor-stap instructies, de guides, contextgevoelig. Dus het antwoord is heel nadrukkelijk ja. Ja, nee, helder. Ik ook met het oog op de tijd. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit webinar. Ik zie verder geen vragen meer, zowel niet in de question panel als in de chat. Ja, dan wil ik iedereen bedanken voor de tijd en aandacht. Twijfel niet om nog contact op te zoeken met, ja, in dit geval Henk of met mij, als je nog behoefte heeft aan aanvullende informatie. Nogmaals, de opname en de presentatie wordt verstrekt in deze dagen. Zal deze week of begin volgende week zijn. Ja, en dan afsluitend wens ik iedereen nog een prettige werkdag.